Goedemiddag, heren. Hi. Hoe gaat het op dit moment met jullie? Dit gaat helemaal goed komen. Lekker. Gaan we even zo zitten. Ja, kan ik jullie ook gezellig aankijken. Beginnen bij het begin. 3 shows, een hat-trick gaan jullie natuurlijk spelen, gaan jullie doen. Spelen, zo zeg je, hat-trick scoren. We hebben er al 2 gedaan. Op Best Kept Secret. Kun je nagaan. Ja, Yellow was vrijdag in 2, rond de middernacht. Lekker, donker. Net hebben jullie in de Secret 00:30 gespeeld. Ja. Was dat vroeg? Was dat pittig? Het was wel vroeg, omdat we gisteren zo laat hebben gespeeld. Dus je hebt dan 5 uurtjes slaap achter de kiezen, tenminste als ik voor mezelf spreek. Jij? Ik denk ook zoiets, maar ik heb niet zo'n Fitbit, dus ik weet het. Ik heb een Fitbit. Nee, maar, dat hebben we al vaker gedaan, dus dat was oké. Wat er vooral bijzonder aan was, is dat de show gewoon zo heel anders was dan de dag daarvoor. Dus het is sowieso van je gaat slapen en dan de dag daarna moet je in een compleet andere mindset zitten. Dus de stem was nog een beetje laag zo. En alles was anders aan de show van vandaag en dat was vond ik wel heel bijzonder. Het was een hele... We hebben nog nooit zoiets als dit gedaan. En voor jullie dan beide, als je denkt aan de gele show, Yellow, wat was een hoogtepunt qua song? Of een moment met het publiek of iets wat er gebeurde tijdens de show? Bij de gele show, ik vond zelf... Ja, toch wel ook wel de afsluiter, Who's Gonna Be The Goat. Het is heel erg voldoenend als je merkt dat je een nieuw nummer hebt gemaakt. Waar die je heel erg voelt in de studio. Je denkt van, ja, dit is er wel een. Het werkt. En dan doe je hem en dan voelt alsof die niet van ons is alleen. Dat die van de hele zaal is ofzo. Ja. Dat was het laatste nummer wat we deden. En we hadden ook een lift op het podium. Ik hou erg van liften. Dus die stond achterop en die ging dan op een gegeven moment ook halverwege de set. Ging erop staan, ging die omhoog. Daar hou ik van. Dus dat deden we bij nummer Peace, Love and Profit, wat heel leuk was. Die kwam dan ook weer terug bij de Goats. Ik stond daar op een gegeven moment helemaal bovenaan. En dan zing ik Who's Gonna Be The Goat en iedereen weet gelijk wat er moet gebeuren. En dat is een prettig gevoel. Dat is goed voor je ego. Ik hoop dat je dat zegt. Want iedereen weet gewoon wat er moet gaan gebeuren. Dat is hoef je niks meer uit te leggen. Ja, lekker. Het is gewoon, het wordt allemaal geïmpliceerd. Helder. Mensen weten wat er aan de hand is. Het is tenslotte een festival, hè? Ja. Ik wou nog even zeggen, daar ben je helemaal boven in je ivoren torren. Wat is dat voor jullie waar jullie dan naar kijken? Want als jij het hebt over een lift, weet je wel, van die shows, van die grote stadionshows. Kijk je soms ook een beetje, of raak je soms ook geïnspireerd juist door van die grote, massale pop... Meer zoete, kijk, ik denk meteen aan die documentaires van Taylor Swift, weet je wel. Ik denk, het is echt gestoord ook op het goede af. Hebben jullie dat ook een beetje bij bepaalde andere shows of bands? Ja, ik hou zelf wel erg van grote shows. Ook omdat daar productioneel gewoon... In principe zijn alle shows hebben dezelfde soort spanningsboog, vind ik. Er zijn altijd... Je hebt een bepaalde hoeveelheid tijd en dat probeer je... Zo spannend mogelijk te houden met de elementen die je hebt. En bij zo'n grote show zijn er gewoon meer elementen om mee te spelen. En dat is gewoon leuk om te zien. En vaak gebeuren daar ook de nieuwe dingen, de technologische interessante dingen. Ja. Dat vind ik heel leuk. Kijk hoe we het maximale uit het minimale kunnen halen. Voelen jullie ook een beetje dat je dan, omdat je hier 3 dagen bent, 3 shows geeft, thuiskomen? Een beetje een soort gastherengevoel? Voelt het zo of niet? Ja. Ja, ik ben ook echt hier. Ik sta met mijn campertje hier. Dus ik ben gewoon de hele tijd hier. En het voelt wel, niet als gastheren, maar eigenlijk eerder, maar wel. Het voelt heel fijn om zo op die ene plek te zijn en daar echt een beetje te aarden. En ik wou nog iets aanvullen. Wat ik nou ook vet vind, is dat die perfectie, wij zijn niet perfect, maar de streven naar perfectie. Nou, mannen, hè? Maar dat het, bij die gele show is dat heel erg gegaan in gewoon dat wat Torre net zegt, gewoon van al die factoren. En bij blauw is, ik denk dat het dan veel meer op musicaliteit dat streven heel erg zat. En dat we gewoon die liedjes zo goed mogelijk willen uitvoeren. En bij rood morgen gaat het gewoon om dat we in 3 kwartier gewoon alles kapot maken, zeg maar. Het zijn 3 verschillende en daar is weer... Dat is zo'n kleine tent, dat gaat helemaal niet over buitenkant of iets. Dat gaat echt alleen maar over wat wij kunnen geven dan ofzo. Maar dat zijn 3 verschillende manieren waarop we volgens mij alle 3 proberen, streven we naar de perfecte show in die context. En ook dit weekend... Leuk toch? Interessante inkijk. Een mooie inkijk in dit weekend. We leren ook wat, hè?
Wat gaat de vooraf opwarming zijn met z'n allen in de kleedkamer of naast de kerstbar ergens, weet je wel, in het bos, om elkaar heel goed op te hypen? Wij zijn niet zo van het elkaar ophypen. Wij kijken soms wel eens naar andere bands die dan in kringetjes staan en allemaal dingen naar elkaar roepen en kusjes geven en zo. Wij staan altijd gewoon te wachten tot we op moeten. Maar praten jullie wel tegen elkaar? Of zijn jullie gewoon allemaal ergens anders? Ja, soms ook niet eens. Het is het enige wat we doen voor de show is de set doornemen, gewoon oraal. Welke liedjes waar, hoe we dat ook weer deden. Dat is de voorbereiding, maar het is niet. We hebben geen yell. Nee. Jammer. Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk wel oké. Zijn we gewoon te stoer voor ze. We zijn vrij droog. Wel droog. Oh ja, oké. Fair enough. Ga je nog iets kijken vandaag eigenlijk? Ga je dit terrein nog over? Ga je nog iets? Ik heb. Of heb je iets gezien überhaupt? Je bent natuurlijk alleen maar aan het spelen, dus ik snap dat het gewoon hard werk is. Ja, gisteren speelden wij om 12 uur 's nachts en toen was ik eigenlijk een beetje zo. Toen was ik hier al rond een uur of 4, wat veel te vroeg was eigenlijk. Dus dat ik daar gewoon een beetje dacht, ik moet mijn energie sparen. Dus dan heb ik eigenlijk helemaal niks gedaan. Een beetje aan de zijkant gekeken bij Charlotte Digerie en een stukje personal trainer. Maar, om 12 uur vanavond speelt in de cashbar speelt Clitdrip, die in ons voorprogramma waren. Die hebben we meegenomen op tour in Europa. Een hele aparte band. Ja. Ik vind het altijd zo leuk, want ik voel me hier wel een beetje alsof ik echt in het safaripark zit, zo met alle mensen eromheen. Ja, nu zijn wij al in een beetje de dieren. Ja, voel me heel main character energy zo. Ja, main character energy. Groetjes. Taylor Swift. Yay. Slay. Dank jullie wel. Veel plezier.